Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Jessie's Diary, of eigenlijk een nieuwe reeks. Ik heb een hele reeks aan podcasts opgenomen met allemaal verschillende mensen, ondernemers, experts op het gebied van ondernemen, business, moederschap, maar ook structuurplanning, eigenlijk alles wat erbij komt. Ik ben namelijk zelf de afgelopen jaren zoveel tegengekomen in mijn eigen bedrijven. Natuurlijk Chiflor, waar ik echt mijn hart en ziel in stop. En waar ik nu echt een prachtig team heb staan. En ik heb daar zoveel mooie ontdekkingen in gehad. Ook qua hoe ik ervoor kan zorgen dat ik veel meer tijd heb voor mezelf. Voor de dingen waar ik blij van word. En tegelijkertijd die business kan draaien. En ik had echt zoiets van, wauw, ik wil hier met ondernemers over praten en zien hoe zij dit allemaal doet. Want we weten allemaal dat er vanuit het leven heel veel op ons afkomt. En dat het soms best wel veel is om dat allemaal hoog te houden. En dat er heel veel spannende keuzes gemaakt moeten worden. Dus hoe hebben andere mensen dit gedaan? Ik heb bijvoorbeeld expert Alex Malone in de podcast gehad. Zij is echt heeft een hele vernieuwende blik op ondernemen en hoe je met je tijd kan omgaan, hoe je een team kan bouwen. Los van de hiërarchieën, maar gewoon echt allemaal werken aan dezelfde missie. Maar ook met Monica Geuze, een goede vriendin van mij, die ja, echt een imperium aan het opbouwen is met Sophia May. En tegelijkertijd ook zo veel tijd voor zichzelf heeft ingebouwd en moeder is. Maar ook Jetteke van Lexmond met de Moon Sisters, die een prachtige scheurkalender maakt en haar kijkt erop. Of Bahar, die heel erg vanuit het hart alles bekijkt. Dus ze zorgt ervoor dat ze de dingen aantrekt en onderneemt vanuit haar hart en wat haar dat allemaal oplevert. Nou, ik heb er echt heel veel van geleerd en onwijs van genoten en super veel inspiratie uitgehaald. Dus ik hoop dat jij dat ook hebt. Wat ik leuk vind om alvast te delen is dat we ondertussen net zijn begonnen met het ontwikkelen van de upgrade binnen de Floor Fam. We kwamen er namelijk achter dat er heel veel vrouwen zijn in Chiflor die het Floor Fam programma doorlopen en er vervolgens zelf stoppen met hun baan en gaan ondernemen. En toen dacht ik, ja, hallo, ik wil jullie nu niet kwijtraken, maar juist verder helpen. Want ik heb zo'n nieuwe tijdsvisie erop en ik geloof echt dat we op een hele andere manier onze businesses de wereld in kunnen brengen. Dus dat zijn we aan het bouwen. Hou het in de gaten. Ik heb er verder nog niet zo heel veel meer over te delen. Maar misschien als je het leuk vindt, hebben we even een wachtlijst aangemaakt. Dat als je hier meer info over wil weten, dat je daarvoor kan aanmelden. En ga genieten van deze podcast. Laat me alsjeblieft weten als je hebt geluisterd en er iets uit hebt gehaald. Ik vind dat altijd heel erg leuk om te lezen. Dus DM me. En ik zie jullie bij de volgende aflevering. Veel liefs.